Welkom bij jullie reading voor de komende maand. Wat of wie kun jij verwachten voor deze komende maand op je pad? En dit is voor iedereen die Ram in zijn zon, maan of ascendant heeft. Of een andere plaatsing. En ook crosswatchers, jullie zijn welkom. Ram, ik ben begonnen met het voorschudden van de wijsheid van het orakel. Een eerste boodschap voordat we met de tarotkaarten gaan kijken wat of wie er op je pad komt. En de kaart die er voor jullie uit is gekomen is Nieuw Leven. Kaart nummer 39, vereenvoudigd tot 12, tot 3. Dus nummer 3, 9, maar ook 12 en 3 kunnen belangrijk zijn. 39 kan een cijfer zijn wat je herhaaldelijk zult zien deze komende maand. Maar we gaan kijken wat de boodschap is met deze kaart voor jullie, Ram. 39, universum. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld Ram? De wezenlijke betekenis van de kaart, nieuwe ideeën, groei, gelegenheden, een teug, frisse lucht en het leven vernieuwt zichzelf. Wanneer het lente wordt, voelt alles en iedereen zich blij en opgewonden, vooral van binnen. Plotseling staan de bomen na een nacht in bloei. Trekvogels komen weer terug en zingen hun mooiste lied. De natuur is vol beloften. Er staan ons allemaal wonderen te wachten. Dit is zo'n moment in je leven dat je nieuwe ideeën krijgt en nieuwe gelegenheden. Je de hoop geven dat je je dromen waar kunt maken. Alles in je omgeving is goed en je hebt de energie die je nodig hebt om een nieuw leven te beginnen. En Ram is natuurlijk het eerste sterrenbeeld. En we gaan binnenkort het Ramseizoen ook weer in. Dit staat letterlijk met de boodschap van het universum voor een nieuw leven, Ram. Laat je hart zich vullen met enthousiasme. Laat je licht schijnen, want nu is het tijd om gelukkig te zijn. En de boodschap voor de relatie, oude relaties worden vernieuwd en nieuwe relaties zijn zo aangenaam en levendig dat deze je hetzelfde gevoel geven als het moment dat de winter plaatsmaakt voor de lente. Je moet nu met anderen in contact komen en je opwinding, passie en hart vol vreugde met een ander delen. Deze kaart is een duidelijk teken voor wat betreft de liefde en partnerschap in elke vorm. En tijdens het voorschudden van de kaarten kwam ook heel sterk de liefde eigenlijk naar voren voor jullie. De geliefde kaart sowieso. Ja, nou, hier ligt die. Onder op het dek na het voorschudden de geliefde kaart. En dit kan ook staan voor een keuze waar je voor komt te staan. Maar dit kan ook te maken hebben met iemand in je leven. Iemand met wie je een hele sterke verbintenis voelt. Ik zie dat je vanuit een energie van de zwaarde 8 vastzitten, negatief denken, bepaalde angsten, self-fulfilling prophecies. Dus inderdaad, door je angst op een bepaalde manier te denken, trek je dat ook aan. Het gevoel hebben dat er stagnatie is, je jezelf niet kunt bevrijden, ergens niet uit kunt komen met die zwaarde 8. Maar het heeft vooral te maken met een keuze van jezelf. En onder die zwaarde 8 ligt hier de zonkaart, Ram. Dus leeuwenergie. Tijdens het voorschudden kwam er al heel sterk leeuwenergie uit. De leeuwkaart, de krachtkaart. En we hebben hier dus ook de zon. Wat ook heel sterk naar voren kwam, was aardeenergie. Dus je kunt te maken hebben met een tweeling, een leeuw. Of iemand met het sterrenbeeld stier maakt steenbok. Universum, wat is de boodschap voor Ram? Maar ik heb het gevoel, de komende maand staat ook in het teken van keuzes maken vanuit je hart, Ram. En het kan dus een keuze zijn in de liefde. Heel sterk, die koningin van pentakels kwam naar voren. En we hebben nu nog meer leeuwenergie. Met de staven 6, een kaart van een overwinning. Erkenning krijgen, beloning krijgen. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een werksituatie waarin je inderdaad erkenning krijgt, beloning krijgt, iets af kunt sluiten, een moeilijke periode. Een nieuw hoofdstuk wat er gaat beginnen. Dit is iemand die succesvol is, verder gaat. Iets heeft overwonnen. En op dit moment zit je misschien nog in een energie van je wat neergeslagen voelen. Het idee hebben van, ik ga hier nooit uitkomen. Of ik kan dit niet overwinnen met die zwaarde 8. Maar weet, in de komende maand komt die overwinning voor je, Ram. Met de staven 6. Het kan ook zo zijn dat je aandacht zult krijgen. En het kan zijn van een ridder van zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman energie. Het hoeft niet per se iemand te zijn met dit sterrenbeeld. Maar het kan ook zo zijn dat iemand echt, dit is een jager, een hele snelle energie. Iemand die naar je onderweg is. Iemand die je aandacht wil krijgen, Ram. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld Ram?
sterrenbeeld Ram voor de komende maand. Wie of wat kan Ram verwachten? We hebben een zware 7. Voordat we conclusies gaan trekken, gaan we dadelijk eerst die kaarten verklaren. Onder op het dek hebben we de kelken 8. Dus je gaat sowieso een situatie verlaten. Er gaat inderdaad een verandering plaatsvinden. En die keuze, dat is een keuze die je zelf gaat maken. Van de zware 8, dat gevoel vast te zetten, ga je een keuze maken en jezelf bevrijden. Of je gaat je emotioneel terugtrekken van een bepaalde situatie of een bepaalde persoon. Een situatie met die zwaarde 7 krijg ik hier door, omdat we ook net die zwaarde 8 zagen, waar je echt het gevoel hebt van, ja, ik kan hier niet mee verder. Het is iets wat je zorgen baart, iets wat je onrust brengt, ook met die ridder van zwaarden. Dus een kaart van onrust, wat zenuwachtig zijn, stress, het gevoel hebben dat je beperkt wordt in je vrijheid, kan het zijn met die zwaarde 7. En dan heel veel nadenken, maar ook uitgaan van het ergste met die zwaarde 8. Het gevoel hebben, ik kan mezelf niet bevrijden uit die situatie. Maar die zwaarde 7, dat is echt een strategie bedenken. Om zo snel mogelijk met die ridder van zwaarden iets achter te kunnen laten met de kelken 8. Want er is een situatie op dit moment waar je gewoon niet lekker bij voelt. Wat je onrustig maakt. Iets wat je niet gelukkig maakt met die kelken 8. De kelken 8 gaat over in de kelken 9. Dus van die situatie waar je niet happy in voelt, wandel je naar die kelken 9. En dat is een kaart van wensvervulling, je bestemming. En ik zie dat je dit gaat voor je binnenkomen. Die overwinning. Je gaat iets overwinnen. Waarom ligt die? En het overwinnen kan ook te maken hebben met een bepaalde manier van denken, hè, Ram? Met die zwaarde 7, de zwaarde 8 die we zagen. Waarom liggen de kelken 8? En ik heb het gevoel dat voor sommigen van jullie de keuze ook te maken heeft met je levensgeluk. En dat het een moeilijke keuze is. Dat er heel veel emoties mee gepaard gaan. En het kan ook fysiek te maken hebben met een fysieke verandering. Dus een verandering van je omgeving, een verhuizing. Of daadwerkelijk een werkplek achterlaten en op een andere locatie gaan werken. We hebben hier vissenenergie met de hoge priesteres. En dit is iemand die de antwoorden in zichzelf vindt. Iemand die haar emoties voor zich houdt, ook heel goed geheimen kan bewaren. Met die hoge priesteres en de zwaarde 7. Ram, kun je te maken hebben met iemand waar je, die je niet helemaal vertrouwt? Iemand die je onrustig maakt en je gaat daarbij vertrouwen op je intuïtie. Als het gaat om het zetten van die stap. Je kunt ook het gevoel hebben dat iemand niet helemaal open, niet helemaal eerlijk is. En besluiten om inderdaad dat of die persoon achter te laten. Kelken 8. Waarom is hier de kelken 8? Nog kaart universum voor Ram. We hebben de staven 5. En we hebben de aas van staven. Die twee kaarten kwamen ook voor de reading van de donderdag naar voren. Dus kijk of die reading ook voor jullie resoneert, Ram. De engelenboodschap van donderdag 14 maart. Staven 6. Staven 6. Ja, een situatie die heel veel uitdaging met zich meebrengt. Of waar je te maken hebt met bepaalde partijen of een persoon. Het kan één specifieke persoon zijn die je op de een of andere manier tegenwerkt met die staven 5. Mensen gaan elkaar met stokken te lijf. Je ligt niet op één lijn. Er zijn botsingen. Het botst. En dan hebben we die aas van staven, dat nieuwe begin. Dat is de keuze die je maakt. Waarom ligt hier de staven 6? Je kunt besluiten om iets op te geven. Een bepaalde strijd.
Want dit zijn ook uitdagingen met die staven 5. En met de zwaarde 8 heb je het gevoel, ja, het heeft geen zin meer om nog ergens voor te vechten. En je trekt je terug. Staven 6. Waarom ligt hier de staven 6? Waarom ligt hier de staven 6? Het kan ook zo zijn dat er iemand gaat communiceren waar er een bepaald conflict mee is geweest. En diegene vertrouw je op dit moment nog steeds niet. En je besluit je inderdaad gewoon terug te trekken. En dat kan dus iemand zijn die in de komende maand je aandacht probeert te krijgen, Ram. Waarom ligt hier de staven 6? Waarom ligt hier de staven 6? De dwaas. Een risico nemen, een nieuwe start, een nieuw leven. Je eigen energie, ramenergie, optimisme. Dus inderdaad die stap zetten, hoe moeilijk het ook mag zijn. Dit gaat je inderdaad die erkenning, beloning, het succes brengen, die overwinning brengen. Kijk, we hebben de duivel. Dit kan zijn verslavingen, ongezonde gewoontes die je achter gaat laten. Angsten met de zwaarde 8 die we zagen, onzekerheid. Maar echt weer terugkomen in je kracht met die ramenergie. Voor sommigen van jullie ram, ben je op de een of andere manier ergens aan blijven vasthouden met die duivelenergie. En is het nu tijd, deze maand, dat je het loslaat? Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? Want het is niet goed voor je, deze situatie of deze relatie, connectie. Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? De zwaarden 3. Kaart van teleurstelling. Kaart van verdriet. Een gebroken hart. Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? De ridder van zwaarden, universum. De zegenwagen. En je kunt zelf luchtenergie hebben, ram, tweeling, weegschaal, waterman. We hebben kreeft met de zegenwagen. Maar dit is ook inderdaad letterlijk onderweg zijn. Met de auto onderweg zijn. De controle terugnemen, actie ondernemen. En ook de snelste grote arcana kaart. En we hebben met die ridder van zwaarden de snelste ridder uit het dek. Heel erg weer die luchtenergie. Maar ik heb het gevoel, die zwaarde 3, dat is pijn, teleurstellingen, ervaringen die je hebt meegemaakt. De zwaarde 3 staat ook voor het achterlaten. Achter de wolken schijnt de zon. Werken aan jezelf. En het kan ook te maken hebben met achterlaten van inderdaad een bepaalde manier van dingen zien. Of een bepaalde manier van handelen, bepaald gedrag, wat je conflict heeft gebracht met die staven 5. Dus het is tijd om dingen anders te doen. Of afstand te nemen van bepaalde gewoontes. Waarom ligt hier de zwaarde 7? De zwaarden 7. De zwaarde 7 is ook een kaart van eerlijk zijn naar jezelf. Het gaat ook om de mensen in je omgeving. Het kan zijn dat je te maken hebt met een sneaky energie in je omgeving. Dus pas daar zeker voor op, ook met de duivelkaart die hier ligt. Maar dit kan ook zijn van, ben eerlijk naar jezelf. Waarom ligt hier de zwaarde 7? De toren. Schorpioenenergie. En de keizerin. Stier, weegschaal, energie.
En de toren, dit is iets plotselings. En ik heb het gevoel dat er plotseling een boodschap kan komen met deze schildknaap van pentakels. En dit is een kaart van geven en nemen. Maar ook een kaart van denk goed na, waar geef je aan? Is die situatie in balans? 2 zessen. Staven 6, pentakel 6. En ik zag de zwaarde 6. Dus ook het cijfer 6, 6, 6. Kan belangrijk zijn. Dit heeft te maken met iemand waar je heel veel om geeft. Iemand voor wie er sterke gevoelens zijn. Maar ik heb ook het gevoel, want ik zie hier weer de zwaarde 7 onder de hoge priester liggen. Weer die stierenenergie. De hoge priester is een huwelijk, zijn partnerschappen, contracten. Is een kaart van toewijding. En dan zie ik de laatste 6, de kelken 6. En dit kan staan voor soulmate energie. Mensen of situaties uit het verleden die terugkomen. Of waar jij zelf actie op wil ondernemen. Maar er heeft iets plaatsgevonden. En het kan te maken hebben met een verraad, een bedrog. Met die zwaarde 3, de zwaarde 7. De pentakels 3, zag ik. En een derde partij hoeft niet per se een derde persoon te zijn. Maar het kan ook werksituaties zijn, kinderen. Waarom ligt hier die toren? Dus of er gaat een waarheid aan het licht komen, Ram, deze maand. Het kan zijn dat het voor sommigen van jullie al iets aan het licht is gekomen. Die pijn, het verdriet, het gebroken hart, het heeft al plaatsgevonden. Het kan te maken hebben met een soort van moederfiguur, met de keizerin. Maar die keizerin heeft ook te maken met groei en het nieuwe leven wat we hier zien. Die start een keuze maken die goed is voor jezelf. Maar dit kan een keuze zijn omtrent een moederrelatie of de moeder van je kinderen. Of je bent zelf de moeder in dit geval. Want nu komt weer die leeuwkaart, die krachtkaart. En dit kan ook een kaart zijn van iemand die vergeving wil. Dus of jij of een ander wil vergeving. En ik heb het gevoel dat daar dus deze maand actie op ondernomen gaat worden. Iemand wil je aandacht trekken. Of jij probeert inderdaad, je wil een verleden achter je laten. Deze situatie brengt je geen voldoening hoe het nu op dit moment is. En je zet de blokkades die er zijn aan de kant. Met die ramenergie, de dwaas in het diepe springen. Of dit is de ander, dus draai de rollen zo om, zoals het resoneert. Het volgen van je hart, het volgen van je intuïtie. Dus dat is wat er voor jullie naar voren komt, Ram. En als het resoneert, geef de video een like. En ik wens jullie heel veel liefde en licht voor deze komende maand. En tot de volgende keer. Dag!